staan hier bij de paardenkeurmeester. Wat is uw naam? Gerrie Meppelink. En hoeveel paarden zijn er gekeurd en ponies? 11. 11. En waar let u nou op bij zo'n keuring? We letten op hoe de kinderen met, of de leerlingen dus met de pony omgaan. Hoe ze hem voorbrengen, het contact dat ze ermee hebben. We kijken naar de verzorging, de conditie, gezondheid. Dus hoe ziet de pony eruit? Deze pony is heel netjes opgevlochten. De manen zijn gevlochten, de staart is gevlochten. De hoeven zijn netjes schoon. Dus daar letten we op. Ja. En welke pony heeft nou gewonnen of paard? De grote laatste. Voor jou de beker. Ik heb het heel goed gedaan. Prachtig mooi paard. Alsjeblieft. De pony heet Speedy. Hartstikke bedankt voor het interview. Oké, nou graag gedaan. We staan hier bij de keurmeester van de categorie vogels. Wat is uw naam? Marinus van Dam. En jij bent de winnaar. Wat is jouw naam? Lopke. En waar let je nou op als keurmeester bij vogels? Je let er natuurlijk op hoe de eigenaar van de vogel omgaat met het dier. En hoe die eruit ziet. Is hij mooi schoon? Je kunt gewoon aan dit dier zien dat hij van de eigenaar houdt. Hoe heet je eend? Bommes. En hoe oud is die? 7 maanden. Heb je hem van jongs af aan? Ja, we hebben hem uit Friesland gehaald. Want ik had eerst altijd een andere eend. En die eend die was opgegeten door een ekster. En toen had mijn moeder deze uit Friesland gehaald. En hij is helemaal in huis opgevoed. En zwemt hij ook in het water? Of heb je hem thuis in een hokje? Ze loopt altijd thuis op de stoep. En we hebben altijd zo'n kleuterbadje. En daar zwemt ze dan in met, samen met haar vriendjes. En ze heeft het gewoon hartstikke fijn. Ze gaat elke avond gaat ze in het hok. Kreeg ze eten van het slobberachtig iets. Maken we dan zelf. En dan zit ze daar met een vriendje. En dat vindt ze gewoon helemaal geweldig. Ik ben echt super trots. Ja. Nou, veel plezier nog met je eend. Ja, bedankt. Bij de winnaar in de categorie poezen. Wat is je naam? Maart van Kampen. En de winnaar van de poes? Oliver. Oliver. Is het een kater? Ja. Hoe oud is die? Nou, ongeveer 1,5. Nog jong dus? Ja, hij is niet oud. En wat is er zo leuk aan Oliver? Nou, hij is heel vaak ondeugend. Ondeugend? En wat doet hij dan? Nou, hij gaat op het aanrecht zitten. Dan eet hij uit de pan. Je hebt nou gewonnen. Trots op Oliver? Ja. Hartstikke gefeliciteerd en veel plezier met Oliver. Dankjewel. We staan hier met Sarah Schoonbeek. Wat heeft de AOC Terra met dieren te maken? Nou, je kunt bij ons, bij AOC Terra, kun je de richting groen kiezen. En dan heb je extra praktijkvakken. Niet alleen te maken met groen en de groene kant, maar ook met dierhouderij. Kun je hier ook leren voor dierenarts? Dat nog niet, dat is een mbo-opleiding. Maar als je hier dierhouderij hebt gehad, dan is de overstap naar de mbo-opleiding paravetenair natuurlijk wel makkelijker. En u geeft les in dierengeneeskunde? Nee, wij hebben het vak hier dierhouderij. Dat is een heel breed vak waar eigenlijk alle dieren aan bod komen. En dat is dan weer een mooie opspringplank naar het mbo. En vandaag hadden jullie een dierenkeuring. Hoe kom je daarbij? Ja, een collega die geeft al 10 jaar lang de dierenkeuring. Die heeft het altijd al gedaan. Ja, het is gewoon ontzettend leuk om kinderen van de basisschool onze school te laten zien in combinatie met de dieren. Hoeveel categorieën waren er vandaag? Er waren vandaag 6 categorieën. We hadden de konijnen, de knaagdieren, de vogels, de katten, de honden en de paarden. Hoe komen jullie aan de keurmeesters? Ja, die doen dit al jaren. Die zijn lang geleden al een keer gebeld en die komen ieder jaar weer terug. Die vinden het hartstikke leuk om hier te komen. Hoe was het vandaag? Druk? Leuk? Hoe was het?
Het was druk. Het was drukker dan ik had verwacht. Het was een hele goede, gezellige sfeer. We hadden dit jaar voor het eerst eigenlijk alle dieren in de kantine. En normaal gesproken los in lokalen. Maar nu dat het allemaal in de kantine zat, was het wel heel leuk. Gezellige sfeer. Leuke drukte. En al die verschillende dieren, gaat het allemaal een beetje samen met elkaar? Ja, we hebben wel de honden apart gehouden en de katten ook wat apart. Maar de andere dieren kunnen heel goed bij elkaar. Is het jaarlijks iets terugkerend? Ja, zeker. Volgend jaar doen we het weer. Altijd in november. En we maken daar ieder jaar weer wat moois van. Nou, hartstikke leuk. En bedankt voor het interview. Graag gedaan.